mijn schatje. Oh, dit is zo leuk. Dit heb ik nog. Tada! Daar gaat het koude bad. Aan de benen. Kijk, Luxie, is dat de kribbe van de Heer Jezus? Ja! Wauw. Nou, heerlijk. Lekker eten en een schooltje. Veel plezier, Lucilla. Prachtige muziek, hoor. Christus is verborgen. Zo, het is inmiddels alweer middag. We hebben net de kinderen van school gehaald. Althans, heeft papa ze gedaan. Luxie heeft lekker geslapen, hè? Ja, mama heeft even wat editwerk gedaan achter de schermen. En Lucilla die is hier een kerstclipje aan het kijken van Kinderen voor Kinderen, volgens mij. En dat is de bel, dat is de kerstbel. En we gaan lekker pannenkoekjes eten. In ieder geval lekker uit de magnetron gewoon. Dus ik had er hier eentje al in gedaan. Kijk eens, wil jij die hebben? Ja, heel graag. Ik heb en je wilt er? Poedersuiker? Poedersuiker. Jullie zitten tussen de magnetron. Doe maar gekleurde poedersuiker. De poederpret? Ja, de poederpret. Ik weet niet of ik nog de poederpret heb, en jongen. En de witte. Even kijken. Ik heb hier alleen nog maar deze. Nou ja, die vind ik ook lekker. Die, oh, wacht even. Ik zie de poederpret al. Nee, het is goeder dan kerst. Deze bedoel je, jongen? Bij die. Elkaar is, ja. Ja. Nou, we zijn hier al helemaal weer in de zo, er ligt. We zijn al helemaal weer in de kerststemming, kinderen. Ja. Lekker, hè? We hebben gisteren, voor degenen die de vlog van gisteren hebben gezien, de schuur even uitgemest. En daar kwamen allerlei kerstspullen uit. En die kerstspullen die liggen hier allemaal nog in dozen opgeslagen. Daar hadden we gisteren geen tijd om dat helemaal uit te stallen. En we gaan zo meteen naar zwemles. Dus vandaag gaat dat ook niet meer lukken. Maar als het goed is gaan we morgen de kerstboom inslaan. Want we willen een echte kerstboom hebben. En dat is ook de reden dat we de kinderhoekje weer even om hebben geruild met de bench. Zodat de kerstboom op de bench kan staan. Want anders paste die de kerstboom niet op de bench omdat er boven van die kasten zijn. Mag ik ook heel graag van de... Ja, je mag ook een pannenkoek. Ja, pak ze maar uit. Kijk, hier heb je een pannenkoek. Maar het is koud. Ja, kijk. Ja, het is nog koud. Zo. Dan leggen we die op het bordje. Zo. En dan doen we die even in de magnetron. Ga ik wachten. Ja, doe er maar in. Heel goed. Ja, en dan drukken we op dat knopje. Andere, daarnaast. Ja, en dan moeten we even een paar seconden wachten. Zo lekker makkelijk. En dan hebben we lekkere pannenkoekjes. Ja, dat is schattig. Luxie zit de afgelopen dagen heel erg veel met haar handje in haar mond. Misschien dat er iets met haar tandjes gebeurt of zo. Dat ze aan haar tandjes zit, denk ik. Ik moet zeggen dat ik niet het gevoel heb dat ze heel veel pijn heeft of zo in de tanden. Maar ze zit gewoon heel veel met haar handjes in haar mond. Misschien komt het ook wel een beetje door de verkoudheid die de afgelopen dagen is geweest. Ja, kijk uit. Het is nog heet hoor. Het is een lekker pannenkoekje. Eet smakelijk. Niet smakelijk, Luxie heeft echt nog zo'n slaaphoofdje. Ze is net wakker. Van een slaapje. Lux. Hier lekkere pluizaadjes. Smaakt die, hè? Die hebben we daar. Ho, ho, ho. De kerstman. Oh nee, het is vader met de honden. Het is koud. Kom maar, je komt maar naar binnen, woesterpip. Is er een barretje binnen hier? Ja. Ja, het is veel te koud buiten. En nog lekkere gezonde kiwi'tjes op tafel. Voor de gezondheid. Hé, jongen? Daar is het. Stapeltje. Witte, lichte was. En ik heb nu vanochtend de donkere was gedraaid. En deze kan nu aan de lijn. Zo, we hebben het eten een mooie op. Mooie bouw. Lucilla die heeft hier een hele mooie kerstboom. Waar die vandaan komt, mag Joost weten. Hij komt daar ergens uit die dozen. We hebben het eten inmiddels op. En nu zitten we heel gezellig aan dit tafeltje. Want we hebben een heel leuk knikkerbaantje. Het is een heel klein knikkerbaantje met mini knikkertjes. Alleen ja, die moeten we even in elkaar gaan zetten. Alleen dat is nogal een dingetje. Zoals jullie weten ben ik daar heel goed in. Gelukkig hebben we hier Luan de Bouwer. Kijk. En die weet wel hoe dat gaat. Begin dan. Dit is de plaatje.
daar? Wauw. En nu moeten we even gaan kijken. Kijk, dat we hier, dat is de bedoeling. Kijk, dit zijn domino steentjes, heel goed. Die moeten er zo. Moeten ze er allemaal neerzetten, zo. Achter elkaar, heel voorzichtig. Goed zo, Luxie. Dan moet je een beetje uit elkaar. Heel voorzichtig, hè? Ja. Oh. Zo, we hebben de domino steentjes opgebouwd. Hier hebben we de balletjes. Gooi er maar doorheen. Gaat ie, Luan? Wow, wow. Oh, nee, nog een balletje. Nu moeten de blokjes denk ik iets dichter bij elkaar zetten. Zie je dat? Nee, al gelijk. Ja, dat kan ook. Ja. Ja. Oeh, nee. Nee, nee, nee. Oh. Ik denk dat de steentjes dichter bij elkaar moeten staan. Ja. 2, 1. Door dat gaatje. Ja, dan gaat hij daar. Dan daar doorheen, dan daar doorheen. En dan daar. Hij is wel een heel leuk, het baantje. Ja. Het is een schattig baantje. Ja, ik erin zat. Waar wou je dat jij erin zat? Ja, leek me wel. Ja. Zo, nu gaan we dit. Wow! Wow. Ja, dit is genoeg. Daar gaan ze. Ja, ja. Oh, de ja. 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 Oh, ben ik goed. Ja! 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 Die handje is er licht. Goed zo, die is mooi, hè? Ja, hij is wel heel scheef nu, hè? En het is echt lekker weer om naar het zwembad te gaan, want kijk, dit is het weer vandaag. Het is super regenachtig en miserig en bewolkt weer. Dus ideaal weer om lekker straks te gaan spetteren in het zwembad. Eerst heeft Lucilla nog zwemles. Ze is op voor diploma A, is ze druk en bezig. Dus daar gaan we eerst lekker mee zwemmen. En daarna gaan we weer lekker met ons gezinnetje vrij zwemmen in het recreatiebad. Ja, als ons lekkere gezinsfamilie zwemuitje. Sil, hoe gaat het op zwemles? Goed. Ja? Kan je al bijna op voor diploma A, denk je? Weet ik niet. Vind je zwemles wel leuk? Ja. Ja, en wat kan je al heel goed? Ja. De borstkrol. De borstkrol? Ja. En duiken gaat ook al heel erg goed. Ja. En zonder bandjes sowieso zwemmen gaat je al heel erg goed af. Het is nu alleen nog een kwestie van uithoudingsvermogen. Met de kurkjes. Veel zijn net met je. Over oortjes. Over oortjes, hè. Hoe ga jij, Lixie? Oh. Kunnen we niet straks doen als de ballen in de boom hangen, hè? Gelukkig hebben wij ballen die niet kunnen vallen. Ze kunnen wel vallen, maar niet kapot. Dus dat is goed. Ja, dan krijgen we dit soort dingen. En als de ballen straks in de boom hangen, mogen jullie er niet meer mee gooien. Goed? Is dat de afspraak? Oh. Ja, oh. Oh. Bal. Bal, ja, dat is een bal. En deze bal die hangen we straks in een boom, Luxie. Ja, dat ga je wel heel gek vinden, denk ik. Ja, bal. Mooi, hè? Dat is de kerstdraaimolen. Oh nee, een reuzenrad. Kerstreuzenrad. Oh, ja. Gelukkig kunnen ze niet kapot. Het is ook weer tijd om de hamsterkooi van Sammy te verschonen. En dat doet Luan met een muziekje op de achtergrond. Oh, is Sammy even eruit? Ja. Heel goed. Waar gaat Sammy in? Waar kan hij voor mij? In dat... Hier. Even daar spelen, Sammy. En dan kan Luan even de kooi verschonen, jongen. Want kijk, het is een heel gezellig holletje allemaal. En hier gaat hij ook altijd holletjes maken. Is maar het is nu wel een beetje vies, hè? Dank u wel, alvast. Ja, die heb je van Sinterklaas gekregen, hè? Alle vieze troepjes, dat gaat in de vuilniszak. Heel goed. Ja, en kijk, dit is spul. Daar gaat hij altijd in slapen en huisjes maken. En dan krijg je spelen en frommelijke. Hier voel je een paar kruimeltjes.
En dat is van dit bakje. Kijk, hier zit eten in. En een hamster die verzamelt altijd eten in zijn wangen. Ja, en als hij gaat slapen, kan hij toch... En als hij honger heeft en dat hij gaat slapen, om niet elke keer heen en weer te lopen, kan hij het gewoon doorslikken. Ja. En heeft toch gegeten. Hallo, Sammy. Hallo, Dixie. En kijk, als hij eruit wil, gaat hij zo meteen. Je kunt hem door het raampje zien. Zie je? Kijk, het is een snoetje. Zie je? Luxie, weet je... Hamsters slapen niet een hele nacht zoals ons en Luxie en mama een beetje. Want ook babyhamsters, die gaan slapen en ze worden even 2 minuutjes wakker. Slapen en 2 minuutjes weer wakker. Ja, zit hij erin? Ja! Oh, zit Sammy in het huisje? En misschien komt hij er zo uit. Kijk, dan moet ik een klein sportje verstopt, maken. Wat is dat? Lekker. Eet maar. Sammy? Luistert die naar jouw knipjes, Lua? Ja. Oh ja. En denkt hij, oeh, wat lekker. Oeh, en wat is dat voor geluidje? En dan komt hij. Dat is baasje Lua, hè, Sammy? Ja, dat is baasje Lua. Ja. Wil je een beetje eten? Ja, daar komt hij naar boven. Daar is hij weer. Ga maar. Oh. Zo, dat was grappig. Geen Sammy zo klimmen, Luxie. Ja. En geen klimmen, hè? Ja. Nu zit een tunneltje. Hallo. Daar ben je weer. Oh ja, kijk. Mooi, Luxie. Ik hoef een baby. Ik hoef een wilde schijn. Ik hoef een miljoenen te zeggen, mama slijm. Ik pak de shine. Dit is het leven. Lekker chill, want je bent pas 7. Yeah. Koffie en cavia, geef mij maar snoep. Laat die bing in de kast, dat is maar troep. Ik heb creditcards, een stuk of 5. Vlieg er zelf de spuggelkast erbij. Tadaa! Kijk, boven hebben we alles weer netjes. We hebben het even andersom gezet, zodat hij weer een beetje op ontdekking uit moet. En Luan die doet het laatste spul in de bak, waar hij lekker in kan holletjes kan maken. Hè? En lekker kan prutsen. Oh, gaat het, Lux? Ja? Kijk, dat is weer lekker voor Sammy, hè? Oh. Lijkt wel confetti. Ja. Ja, alsof er een feestje is bij Sammy in de kooi. Ja. Zo. Dat vindt hij lekker, hè? Dan kan hij lekker in een rond Er moet dwarrelen. Nog een beetje bij. Nog een beetje erbij, dan kan hij lekkere holletjes maken. Mama, met je helpen? Dat is wel wat gekkige spul, hè? Het zijn van die kleine papiersnippertjes. Dat ziet er ook wel heel leuk uit. Dan kan hij lekker een holletjes in maken. Nou, en dan is het huisje bijna klaar. Binnenin nog een beetje van die leuke frutseltjes. Dat ziet er alweer heel gezellig uit, jongen. Luxie die bezemt de boel aan. En het onderdek is ook zo goed als klaar. Voordat Sammy het hok in gaat, gaan we hem nog even in zijn doolhof zetten, hè? Hallo Sammy. Zit je daar lekker in je doolhof? Wauw. Daar naar boven. Wow. Die kant. Ja, dan weer die kant. Oh. Kijk eens, wat gaat Sammy nu? Goed. Oh, lekker. Dat vindt hij veel te leuk daar. Ja. Spelen. Dan gaat hij weer door. Door het trappetje omhoog. Ja, gaan we naar boven, Sammy. Ja, zo. Goed zo. Dan zo. En dan hebben we hier Sammy. Oh, waar ga je heen? Hier. Oh, hij zit hier nog even. Ah, oh, schatje. En dan hier even eten. En hier ga ik hem even borstelen. Ja, een heel schattig borsteltje. Kijk. En dat vindt hij wel lekker, hè? Oeh, dat is een lekkere massage. Sorry. Ja, en dan ben je weer klaar voor in je schone kooi. Kijken. Kijk, dat is de kooi, Sammy. Dag, Sammy.
Jij naast. Mooi schoon huisje. Nou, maar welkom. Gaan we even kijken. Oké? Ja, dan gaat hij weer lekker rondsnuffelen. Is hij weer helemaal blij met zijn schone huisje? Zie even je dat? In zijn huisje, ja. Tukkie, huisje kijken. Ja. Zie je dat, Lixie? Heeft Sammy weer een mooi schoon huisje? Gaat hij daar bovenop? En daar vindt hij ook een snoepje. Daar hadden een snoepje neergelegd. Zie je dat? Dat is schattig, hè? Ja. Zo, kun je het zien. Zit hij daar helemaal boven? Leuk, hè? Ja. Dan gaat hij daar rollenballen. Oh, ja. Oh, Sammy, mijn schatje. Dag, Sammy. Dag. Mama! Ja, ik zie het. Wees zo lief. Ja, kijk. Hij gaat in zijn rad lopen. Oh, dat is zo leuk. Dit heb ik nog nooit gefilmd. Oh, schattig, Sammy. Gaat hij lekker lopen? Zie je dat, Luxie? Hé, mama! Ja, in zijn radje. Daar is hij heel blij mee. Een soort schommeltje voor Sammy, zie je dat? Ja! En zijn buis kan hij naar beneden toe. Oh, maar hij gaat niet naar beneden. Dan gaat hij het anders doen. Oh wel. Kijk, dan gaat hij naar beneden. Ja! En dan komt hij weer hier uit. Kijk, waar is hij weer? Dan is hij beneden. Dat is leuk, hè? En nu is het tijd om naar het... zwemmen te gaan. Zwemmen te gaan. Ga je mee, Luxie? Ja. Gaan we de cellen ook halen, want die zit volgens mij lekker beneden te tekenen. Ja, oh, oké, okay, we gaan op naar het zwembad. Oh, Sammy, geen rol in het bakje. Hm? Leuk, hè? Nou, tot in het zwembad. En op naar het zwembad. Als ik in de vingers snip, loop ik jullie in de zwemkleren. 1, 2. Tada! Geef die maar een bad, meisje. Kijk, wat is er? We hebben nog wat voor je. Zo, dankjewel. Waarschijnlijk de eerste van het jaar, maar... Ja. Een kerstkaartje voor het hele zwemteam. Waar gaan we naartoe, Lucilla? Naar de zes banenbad. Naar het koude bad, naar het diepe bad, Lucilla. Het gemiddelde. Ja, met dat beestje mee. Ja. We hebben natuurlijk een hele tijd hier in het ondiepe, warme zwemwater zwemles gehad. Maar nu gaan we een stapje verder. Lucilla mag naar het grote, warme, nee, koudere bad. Dat is leuk, Lucille. Ah, Luan heeft je handje vast. Op naar het volgende zwembad. Huh? Ja, next level, Lucilla. Oeh. Nou, Lucilla, spannend.
met ons mee. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.